Op de hellingen van de Sint-Jansberg ligt al eeuwenlang een watermolen. Een unieke watermolen. Uniek omdat het een van de weinige watermolens is die is uitgerust met een boven- en middenslagrad. Ook het molenrad kent een diameter van maar liefst 7,20 meter. We gaan een kijkje nemen. Uit een akte uit 1531 blijkt dat de heren van Groesbeek al vanaf 1404 in het bezit zijn van beide watermolens en de windmolen. De oorspronkelijke molen was ingericht voor het malen van graan. In de 17e eeuw groeit de vraag naar papier enorm. De ontvanger van de gemeente Groesbeek besloot om bij de plasmolen, toen Groesbeeks grondgebied, de bestaande bovenste graanmolen om te bouwen tot papiermolen. Dat gebeurde ergens tussen de jaren 1696 en 1720. In 1725 is de voormalige houten papiermolen vervangen door een stenen gebouw. Hiervan getuigen de muurankers aangebracht in de zijgevel. In 1856 werd een vergunning afgegeven om de molen om te bouwen van pel naar graanmolen. In 1917 was de bovenste plasmolen zelfs het decor van de Nederlandse speelfilm Het Geheim van Delft. In september 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, lag plasmolen in het frontgebied. Tijdens de verwoestingen werd ook de molen flink beschadigd. De toenmalige molenaar Fons Verouden kwam om het leven toen hij in Milsbeek werd getroffen door een granaat. In 1990 was de toestand van de molen zorgwekkend. Om de molen te herstellen werd in 1995 de stichting Bovenste Plasmolen opgericht. Deze stichting beheert de molen terwijl de vijvers en de beken eigendom zijn van de Vereniging Natuurmonumenten. In 1999 werd een begin gemaakt met het herstel van de molen en de bijbehorende vijvers en watergangen. In de Helkuil, een moerassig gebied aan de voet van de Sint-Jansberg, ontspringt de Helbeek. Deze Helbeek wordt door een aangelegd beekje, het Renneke genoemd, naar de molenvijver bij de bovenste plasmolen gevoerd. Via de onderste sprunkel komt er ook water vanuit het groene water in de molenvijver. Daar wordt het water gebruikt voor het middenslags aandrijven van de bovenste plasmolen. Het groene water is een klein stuwmeertje dat gevoed wordt door verschillende bronnen. Dit water wordt gebruikt om de molen zowel bovenslags als middenslags aan te drijven. Het water voor de bovenslag wordt via de zogeheten sprunkelbeek naar de vergaarbak, het zogenaamde molenhoofd, gevoerd. Het water voor de middenslag wordt vanaf het groene water aangevoerd via de onderste sprunkel. Vanaf het molenhoofd, dat zich 3,5 meter boven het maaiveld bevindt, wordt het water door de waterpoot of kanjel naar de molen toegeleid. Omdat het steeds drukker werd met maalopdrachten en de watertoevoer daarvoor te weinig energie kon leveren, werd er in 1910 een Crossley-benzinemotor ingebouwd. Thank you.
Om de waterstand in de vergaarbak of molenhoofd te verhogen, dient de sluis in het groene water geopend te worden. Daardoor loopt het water via de bovenste sprunkelbeek naar de vergaarbak. Wanneer het water in de vergaarbak hoog genoeg is, wordt de schuif geopend. Het water stroomt dan via de kanjo naar het waterrad. De klep in de kanjo wordt middels een hendel in de molen gesloten. Daardoor valt het water in de bakken en komt het waterrad in beweging. De molen heeft een drievoudige overbrenging met tandwielen. Dit om de horizontale beweging om te zetten in een verticale en tevens een versnelling te geven aan de molenstenen. De wielen zijn gemaakt van gietijzer. Hierbij is het ene wiel uitgevoerd met gietijzeren tanden, terwijl het andere wiel houten kammen heeft. Door deze constructie beperkt de slijtage zich tot de relatief goedkopere houten kammen en blijven de dure gietijzeren wielen gespaard. Nadat het water het molenrad is gepasseerd, gaat het verder via de molenbeek naar de onderste molenvijver. Dat is de vijver bij het voormalige hotel De Plasmolen. Deze film heeft een tipje over de geschiedenis en de werking van deze molen opgelicht. De molenbezoeker is echter het beste om nog meer te weten te komen. In de maanden mei tot en met oktober is de molen iedere tweede zondag van de maand voor u geopend. Van 11 tot 16 uur is de molen volledig in werking. De aanwezige molenaars vertellen wat u wilt horen.